Zo, meneer. De mooiste kamer van het hotel. Dank u wel. Zoals u ziet, alle comfort is aanwezig. Bed, zitje, minibar, achter in de wand een klerenkast. En daar in de hoek vindt u de deur naar de badkamer. Dat zie ik allemaal. En waar gaat die deur naartoe? Die deur? Die gaat nergens naartoe. Oh, hoe bedoelt u dat? Nou, dat is de verbindingsdeur naar de kamer hiernaast. In geval een of andere rijke toerist een hele suite wil hebben. Maar die heeft hij niet nodig, dacht ik zo. Nee hoor, deze kamer is ruim voldoende. Dat lijkt mij ook. Dus die deur blijft op slot. Ogenblik. Champagne. U aangeboden als verjaardagscadeau door uw goede vriend, de heer Nijman. Die gaat toch werkelijk te ver? Mij niet. Mocht u verder nog iets nodig hebben, u belt naar roomservice en u vraagt naar Jacob. Oh, dank u. Meneer Nijman heeft mij speciaal verzocht u goed te verzorgen. Dank u wel. Ik denk dat over een minuut of tien de jonge dame wel hier aanwezig zal zijn. En ik denk best dat u een bijzondere prettige avond tegemoet gaat. Ja, dat hoop ik ook maar. Oeh, ja, u bent toch jarig, is niet? Ja, inderdaad. Nou, ik wou dat ik zulke vrienden had die mij zulke verjaardagscadeautjes gaven. U lijkt me vrij nerveus, als ik het zo zeggen mag. Ja, ja, dat ben ik ook. Nou ja, er is geen enkele reden voor. Geen enkele reden voor. Dit is niet ongerust te zijn. Ik zeg maar zo, geniet van het leven, het duurt maar even. Ja, dat is wel zo. Juist. Kijk, ik zal u wat vertellen. Als die jonge dame zo is, zoals de meeste meisjes die door meneer Nijman worden gestuurd, ja, dan wordt dat een dolle avond, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp precies wat u bedoelt. Zeker, dan wens ik u een bijzondere prettige avond. Dank u wel. Meneer, mag ik u nog wat vragen? Jacob, alsjeblieft, meneer. Ja, gewoon Jacob. Iedereen in het hotel noemt mij gewoon Jacob. Goed, Jacob dan. Verzorgt die meneer Nijman vaak meisjes hier in het hotel? Zo af en toe. Ja, ja. Ach, kijk, de meeste mannen nemen een vriendinnetje mee. Kan ik niet allemaal bijhouden. Dus dat is hier allemaal geoorloofd? Oh, u moet me goed begrijpen. Het is hier een eerste klas hotel. Maar ja, zo af en toe moeten we wel eens een oogje dichtknijpen. Begrijp je wel? Ja, ja. Ja, er zit niks anders op, want als dat niet zou gebeuren, dan zouden de meeste grote hotels in de wereld kunnen sluiten. U zult al heel wat meegemaakt hebben hier. Oh ja, meneer, boekdelen kan ik erover schrijven, boekdelen. Maar er wordt van ons verzocht het mondje dicht te houden. Ja. De meeste gasten willen privacy en als het even kan, dan krijgen ze dat ook. Oh, dat stel ik zelf ook zeer op prijs. Zeker, meneer, dan zal u verder van mij geen last meer hebben. En dank u. Goed, zodra die jonge dame hier is, dan zal ik haar naar boven laten brengen. Ja? Dank u. Prettige verjaardag. Dankjewel, Jacob. Er is verjaardag, hoera, hoera. En dat kun je wel zien. Dat is hij. Hallo? Ah, hallo David. Ja, ik ben net aangekomen. Ja, alles is in orde. Jacob? Ja, die heeft me tot nu toe al goed verzorgd. Zeg David, ik dank je nog hartelijk voor die fles champagne. Dat is erg aardig van je. Maar je gaat toch echt te ver met die andere attentie. Ik bedoel, ik begrijp wel dat je het goed bedoelt, maar het ligt me allemaal niet zo, hè? Ik ben al 12 jaar getrouwd en hou ineens met een meisje op mijn kamer. Ja, ik weet wel dat zoveel andere mannen het wel doen, maar ik heb zoiets nog nooit eerder gedaan. Nee, ik twijfel er niet aan dat het een eerste klas meisje is. Met een naam als Mimi en wat jij dan moet betalen, dan verwacht ik ook niks anders. Maar goed, ik sla me er wel doorheen. Dag David. Wat heb ik me aangehaald? Zo, mevrouw. De mooiste kamer van het hotel. Dank u wel. Maar er is nog niemand. Dat klopt, u bent de eerste. Zal ik uw jas even aannemen? Bedoelt u dat hij nog niet gearriveerd is? Inderdaad. O jee. Maar maakt u zich niet ongerust, meneer kan elk ogenblik hier zijn. Hoe ziet meneer eruit? Nou, om u de waarheid te zeggen, dat weet ik niet precies. Huh? Oh, dat weet u niet? Nee. Zakelijke bespreking? Nou, ja. Nou, toen meneer een kamer bestelde met een diner op de kamer, toen kreeg ik even de indruk dat u om andere redenen privé wilde zijn. Heb ik even verkeerd begrepen, neem me niet kwalijk. Ja, ik ben al zo'n tijd in het hotel hier. Ik weet precies wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik kan namelijk zien of de mensen hier komen om gewoon te slapen, of dat ze hier komen om met elkaar te slapen. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zo ongeveer. Juist. Nou, maak het u makkelijk tot de tijd dat uw vriend komt. U vindt daar de minibar. Zal ik even een drankje voor u inschenken? Oh nee, dank u. Dat doe ik zelf. Uitstekend, mevrouw. Zoals u ziet heb ik de tafel voor het diner al klaarstaan. En zodra uw vriend arriveert, zal ik u de menukaarten brengen. Dank u wel. Voor de dienst. Waar is de badkamer? Die vindt u hiernaast, mevrouw. Oh, die deur? Precies. En zodra u iets nodig heeft, dan belt u naar roomservice en u vraagt naar Jacob. Dank u wel, Jacob. Tot de dienst, mevrouw. Alleen voor een zakendiner. God, wat zonde. Oh jee. Trudy, ik ben het, Karen. Nee, hij is er nog niet. Maar je zult het gewoon niet geloven. Hij heeft een hele suite gehuurd. Ja! Niet te geloven, hè? En er staat ook nog een fles champagne. Ja! Oh, het is natuurlijk zo'n beroepsversierder die op deze manier de hele lijst namen van het huwelijksbureau afwerkt. Ik ben je terug, dag! Hallo. Hallo. Zo, je bent dus toch gekomen. Ja, ik belde net met mijn vriendin. Mm-hmm. Ik dacht dat je er niet was. Jawel, ik was er wel, maar ik was even naar de badkamer en ik heb de tanden even fix geborsteld. Oh, ik dacht dat je te laat was. Nee, ik was juist te vroeg. Hoe ben jij hier binnengekomen? Oh, iemand van het hotel heeft me hier binnengelaten. Aha, Jacob. Ja, precies, ja. Zo, die heb je dus ook al ontmoet. Dat is een merkwaardig mannetje. Ja, dat is hij zeker, ja. Wil je wat drinken? Vodka tonic. Ik moet zeggen dat jij er heel anders uitziet dan ik had verwacht. Oh ja? Nou ja, ik bedoel, een heel ander type dan ik van David had verwacht. David? Ja, David van kantoor. Oh, van kantoor. Mm-hmm. Ja, die ken ik persoonlijk niet. Oh nee? Nee, ik heb alleen schriftelijk contact gehad. Oh ja? Ik dacht dat David jou persoonlijk had uitgekozen. Oh, misschien heeft hij dat ook wel, maar de eerste selectie gaat toch altijd via de computer? Is het werkelijk? Wordt hij daarvoor ook al gebruikt? Ja. De computer wordt gevoed met de basisgegevens en de bepaalde wensen. En dan komen er bepaalde namen eruit. Zodat de twee partners goed bij elkaar passen. Ongelooflijk, hè? Hoe dat tegenwoordig allemaal technisch wordt geregeld. Is toch wel triest, eigenlijk. Triest? Nou ja, zo onpersoonlijk. Oh, ja, misschien wel. Maar wist je dat dan niet? Nee. Proost. Proost. Zeg, dat zal jou wel een hoop moeite kosten, hè? Om ze allemaal te onthouden. Allemaal? Nou ja, ik bedoel alle klanten. Oh, klanten. Nee, dat is natuurlijk onmogelijk. Ah, dat zullen er wel honderden zijn. Misschien wel, ja. Ja, anders zou het ook niet de moeite waard zijn, hè? Nee. Ik moet je eerlijk iets bekennen. Ik heb nog nooit eerder op deze manier contact gezocht met een vrouw. Ik ook niet met een man. Wat? Bedoel je dat dit voor jou de eerste keer is? Ah, nou begrijp ik waarom David zei dat jij iets heel bijzonders moest zijn. Tjonge, wat zal hij moeite hebben gehad om jou te vinden? Oh ja? Nou ja, het is ongelooflijk jouw eerste keer. Ja, wat dacht je dan? Dat ik dit soms regelmatig deed? Nee, wel nee, maar ja, ik vind het in ieder geval leuk dat wij elkaar hier dankzij de computer ontmoeten hebben. Ja, dat vind ik ook, ja. Wil je nog wat drinken? Graag, ja. Ongelooflijk jouw eerste keer. Is dat zo raar? Je moet er toch eens mee beginnen? Ja, dat is wel zo. Maar hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om dit te doen? Nou, dezelfde reden als jij, denk ik. Is het werkelijk? Ja, op een bepaald moment voel je eenzaam en dan wil je graag contact zoeken met iemand. Ja, dit is wel een hele drastische manier om met elkaar in contact te komen, vind je ook niet? Waarom heb jij het dan gedaan? Nou ja, ik dacht gewoon, is een grapje, hè? Een keer een beetje plezier maken met elkaar. Oh ja, dacht je dat? Ja. Even met mij iets drinken en daarna het bed induiken. En daarna afloop elkaar een handje geven en zeggen het is leuk geweest. Ja, dat dacht ik. Dan word je bedankt. Het is niet waar. Nou ja.
deur eens op. Tuurlijk is die deur open. Hoe ben je anders binnengekomen? Nou ja, ik dacht... Er is gedekt voor een diner. Heb jij dat er niet versierd? Nee, ik snap er niks meer van. Zeg, mag ik jou eens wat vragen? Heeft Jacob jou in deze kamer binnengelaten of in die? In deze natuurlijk. Zie je wel, er is een misverstand in het spel. Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Ik geloof niet dat ik degene ben die jij denkt dat ik ben. En ik ben absoluut niet degene die jij denkt dat ik ben. Nee, dat is wel zeker. Ik ben blij dat dat duidelijk is. En wil je me nu een plezier doen? Ja. Wil je teruggaan naar je slaapkamer en naar je fles champagne? En wil je me alsjeblieft met rust laten? Ach, begin nou niet te huilen. Ik bedoel... Ga weg! Nou ja, zo heb ik het niet bedoeld. Ga weg! Oké. Okay. Maar jij gaat toch niet weg, hè? Ga weg! Oké. Okay. Verdomme. 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 Zeg, wacht jij eens even. Een computer contact zoeken met elkaar. Ik geloof dat ik het begrijp. Het is een huwelijksbureau. Ja, binnen. Meneer, de menukaart. Wenst u vooraf te dineren? Of daarna? Zeg, Jacob. Heb jij beneden mijn vriendin al gezien? Nee, nog niet meer. Ja, dat dacht ik al. Oh ja, maakt u zich niet ongerust. Die kan elk ogenblik hier zijn. En dat vrouwtje in de kamer hiernaast. Weet jij misschien ook wie zij verwacht? Hoe weet u dat er een vrouwtje in de kamer hiernaast is? Ik heb haar ontmoet. Oh, op de gang? Nee, hier. Hier? Mm-hmm. Oh. Hoe is hij hier dan in deze kamer binnengekomen? Door die deur. Die deur? Mm-hmm. Dat kan niet. Die is op slot. Hij is niet op slot. Ik heb hem zelf op slot gedaan. Maar hij is niet op slot. Hij is niet op slot. Nee, dat zei ik je toch. Slot een stuk. Zeg, Jacob. Wat zou jij ervan vinden om 100 gulden te verdienen? Dat begrijp ik niet. Hoe dat... Ja. 100 gulden? Mm-hmm. En net persoon als u die zomaar 100 gulden weggeeft, dan moet iets gevaarlijks achter zitten. Ja, gevaarlijk voor mij misschien, maar niet voor jou. Oh ja, voor mij ook. Ook gevaarlijk voor mij, natuurlijk. Ik heb deze baan al zo lang en die wil ik graag houden. Trouwens, steekpenning accepteren is tegen mijn principes. Sorry, Jacob. Vergeet dan maar wat ik tegen je gezegd heb. Nou ja, zo principieel ben ik nu ook weer niet. Kan ik voor u doen? Dat vrouwtje in de kamer hiernaast verwacht bezoek van een heer om samen mee te dineren, is het niet? Onder andere, ja. In plaats van die man wil ik graag met haar dineren. Hoe zou u dat dan willen doen? Ja, dat weet ik niet, maar ik wil het proberen. Het is een leuk vrouwtje. Oh ja, dat is ze zeker. En veel meer mijn type dan die ander. Welke? Nou, degene die hier direct komt. Hoe weet u dat nou? U heeft haar nog niet eens gezien. En trouwens, als meneer Nijman haar verzorgd heeft, nou, dan is het een stuk. Nou, daar ben ik nou juist zo bang voor, hè. Ik hou niet zo van die stukken. Ja. En zeker niet als ze nog Mimi heet ook. Heet ze Mimi? Ja. Dat zegt genoeg. Ja, en ik ben nou helemaal niet het soort type man wat met zo'n Mimi aanpakt. Ja, en Mimi is het type vrouwtje. Dat is een kwestie van pappen en nat houden. Ja. Maar dat vrouwtje hiernaast, dat is een klasse apart. Ja, ja, ja. Ik heb de laatste tijd niemand ontmoet die zo charmant was. En de man die zij verwacht, die heeft ze nog nooit eerder ontmoet, is het niet? Nee. Nee. Nou, dat heeft u goed uitgekiend. Mm-hmm. Dat vind ik handig. Maar wat doe ik met die onbekende man als hij straks naar die kamer binnenkomt? En ik heb maar voor 2 personen gedekt. Daar heb ik nou juist jouw hulp voor nodig. Ja. Als jij die man gelukkig kan maken met mijn vriendin, is mij dat best 100 gulden waard. Ja, maar hoe denkt u dat voor elkaar te krijgen? Ah, Jacob, jij met jouw ervaring, er moet toch geen enkel probleem voor je zijn? Ja. Als die Mimi inderdaad zo'n fantastisch vrouwtje is als jij beweert, ja, dan zal hij daar geen enkel bezwaar tegen hebben. Uiteindelijk is hij op zoek naar een vrouw via een huwelijksbureau. Ja, nou, dan valt hij met die Mimi gelijk met zijn neus in de boter. Ja, die zal geen spijt krijgen van zijn inschrijfgeld. Yes. Heb jij dus goed begrepen wat ik bedoel, Jacob? Meneer, ik heb het volkomen begrepen. Ja? U gaat straks met die andere dame daar in die kamer dineren. Ja. En die andere onbekende man komt hier in deze kamer met Mimi. Precies, nou, dat moet toch kunnen? Ja, met geld en goede woorden is alles te regelen. Mag ik dus op jouw medewerking rekenen, Jacob? Ah, meneer, ik gun iedereen een verzetje. Ah, oké, okay. Op 1 voorwaarde. Hm? 50 gulden vooruit gevarengeld. Alsjeblieft, Jacob.
En ga maar gauw, want die anderen zullen zo wel komen. Uitstekend, meneer. En Jacob, ja, neem even de bestelling op hiernaast als je even tijd hebt. Uitstekend, meneer. Pauls. En Jacob, ja, meneer. Probeer het slot te repareren. Als ik hiernaast ben. Ah, diner voor twee personen daar. Hier, twee mensen. Slot repareren. Dat wordt een druk avondje. Hallo? Ik dacht dat ik je gevraagd had om mij met rust te laten. Dat is ook wel zo, maar ik zou graag nog even met je willen praten. Waarover? Over ons. Ik heb je daarnet helemaal verkeerd aangepakt. Ja, dat dacht ik ook. En ja, daar wil ik jou mijn excuses voor aanbieden. Ik zou eigenlijk eerst één ding van jou willen weten. Mm-hmm. Waarom dacht jij dat ik een vrouw was die makkelijk te versieren zou zijn? Nou, Heeft die vriend van jou, die David, soms die indruk gegeven? Precies. Het is allemaal zijn schuld. Dat begrijp ik niet. Ik ken die man helemaal niet van het kantoor. En ik ben ervan overtuigd dat hij me ook niet kent. Nou, hij heeft jullie natuurlijk met elkaar verward. En jij hebt toch ook al mijn gegevens? Ik bedoel, dat zal toch ook de reden zijn dat je me hebt uitgekozen? Ja, ja, natuurlijk. Chefin van een boutique. Gek op katten, antiek en dol op strandwandelingen. Daar wijs toch niets op dat ik een seksmaniak zou zijn? Nee, nee, zeker niet. Ik moet zeggen dat jouw gegevens ook niet helemaal bij jou passen. Oh nee? Door de telefoon kwam je ook heel anders bij me over. Je was overdreven beleefd en bescheiden. Ja, 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 ja. Maar als je me beter leert kennen, dan ben ik ook wel zo. Ik had me zo'n kennismaking met een psychiater heel anders voorgesteld. Psychiater? Oh ja? Ja, natuurlijk, dat zou ook eigenlijk wel kunnen. Maar zeg, laten we liever over iets anders praten. Ik zou graag willen weten, bijvoorbeeld, wie jij bent. Hm? Wil je mijn juiste mate soms weten? Oh, nee, 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 nee. Ik wil alleen maar precies weten wie je bent. Hoe ben jij bijvoorbeeld in die boutique terechtgekomen? Oh, nou, dat komt door mijn vriendin Trudy. Ah, Trudy. Die heeft een boutique en die ging zo verschrikkelijk goed dat ze assistentie nodig had om de zaak te runnen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment dacht ze, weet je wat? Ik vraag Karin om de zaak te leiden. Wie is Karin? Dat ben ik. Ach, ja, natuurlijk. Karin. Ja, allicht. Ja, sorry dat ik me even vergis, maar dat komt omdat ik jou voor mezelf altijd Karanina heb genoemd. Hallo, Karin. Hallo, Dick. Waar? Wie? Dick? Ah, ja, natuurlijk. Dick. Dat ben ik. Waarom keek je achterom? Ik dacht dat ik wat hoorde. Waar? Daar. Officieel heet ik eigenlijk wel Dick, maar mijn vrienden noemen me allemaal Bob. Maar op het formulier stond Dick. En dat zei je ook door de telefoon. Jawel, maar dat komt. Ik heb eigenlijk twee namen, hè? Dick en Bob. Daar kunnen de mensen uitkiezen, begrijp je wel? Nee, nee, begrijpen doe ik het niet helemaal. Zijn al jullie psychiaters soms zo verknipt? Ja, ja, zo worden we. Dat komt door al die nerveuze mensen, hè, de hele dag om je heen. Ik ga weg. Ik weet absoluut niet meer waar we mee bezig zijn. Ah, ga dan toch niet weg. We kunnen toch even met z'n tweetjes dineren? Ja, met wie moet ik dan dineren? Met Bob of met Dick? Je mag zelf kiezen. Oké, goed dan. Weet je wat? Ja. Ik ga me eerst een beetje opfrissen in de badkamer. En dan kunnen jullie samen uitmaken wie van jullie met mij wil gaan eten, oké? Dat lijkt me een prima idee. Oké. Nee, niet daar. Hier is ook een badkamer. Waar dan? Daar. Nou, een suite met twee badkamers. Ja, dit hotel is helemaal ingesteld op hele schone mensen. Of hele vuile. Ziezo. Zo. Dick of Bob, wie ook wezen mag. Dit belooft een heel bijzonder avondje te worden. Zo, meneer. De mooiste kamer van het hotel. Uitstekend, ja. Ziet er heel goed uit, ja. Gelukkig maar. Oh, nee, hè. Nee, wat is dat? Een space shuttle. Hè? Dat is een bed, dat ziet u toch? Ja, nee, maar dat is een misverstand. Huh? Ik had een kamer besteld met een dinertje. Oh. En geen kamer met een bed. Niet meteen weglopen, meneer. Helemaal niets aan de hand, helemaal niets aan de hand. Als u geen bed wil, goed. Geen bed. Hop! Wegbed. Oh ja, nou, dat wegbed. Is bed. Wegbed. En wat is dat? Een fles lotion. Hè?
Een fles champagne. U aangeboden in het huis. Ja, maar ik heb helemaal geen champagne besteld. Oh. Ja. Oh, jammer. Nou, dat zal ik dan straks wel op een rekening merken, hè? En waar moeten wij hier straks nou eten? Daar in de hoek of op de grond? Oh, nee, meneer. Het is hier een eerste klas hotel. Die tafel die er staat, we gaan hier niet picknicken. Nee. Die zal ik straks voor u in gereedheid brengen voor een diner voor 2 personen. Dat komt allemaal dik voor elkaar. Oh, maar ik begrijp niet dat die jonge dame er nog niet is, hè? Oh, ja. Kijk, ja. Ik was zelf wat verlaat. Oh, oh. Dus dan had zij er toch allang moeten zijn. Ja, had er moeten zijn, ja. Ja, die had er moeten zijn, ja. Die had er moeten zijn. Weet je, gaat u even zitten, ik moet u even wat vertellen. Wat dan? Ja. Het is namelijk niet de dame die u verwacht. Hoe bedoelt u dat? Nou, het is een andere dame. Huh? Nou, ik bedoel, de dame waar u mee afgesproken had, die was helaas verhinderd. En ze heeft nu in haar plaats gewoon een vriendin van haar gestuurd. Een vriendin? Ja, lekker ding. Een lekker ding? Ja, ik bedoel een aardige jonge dame die u erg leuk zult vinden. Nee, ik wil alleen de jonge dame met wie ik hier heb afgesproken. Ja, maar deze is heel erg leuk en charmant. Dat kan wel wezen, maar ik wil alleen dat bepaalde vrouwtje. Het heeft me nachten gekost om er uit een lijst van zeker 100 kandidaten uit te kiezen. Lijst? Wat voor lijst? Ja, nou, kijk, ik heb haar namelijk nog nooit eerder gezien, hè. Oh. Ja, het is ook op deze manier zo verschrikkelijk pijnlijk. Nou, rustig nog maar, meneer, ja, hè. Ja. Kan je kalm aandoen en dat kan u niets gebeuren. Nee, niet nerveus zijn. Nee, allemaal dik voor elkaar. Mij verbaast hier niets meer in totaal. Kijk, ik heb namelijk contact gezocht met haar via een huwelijksbureau. Zo'n bureau dat met behulp van een computer de juiste partner voor je uitzoekt. Ja, dat ken ik. Ja. En als zo'n computer zich vergist, dan zit je je leven lang met de verkeerde vrouw opgescheept. Nee, dat is onzin. Een computer maakt geen fouten. Nou, dat is te hopen. Nee. En toen ik het door de telefoon sprak, was ik er meteen van overtuigd dat zij de juiste vrouw voor me zou zijn. Nou ja, toch vind ik het een groot risico om op die manier contact met een vrouw te zoeken. Oh, ze kwam meteen zo lief bij me over. Oh, ja? Zo gewoon. Ze houdt van katten. Ja, lekker. Van antiek. Ah. Van lange strandwandelingen, dat soort dingen. Nou, dat klinkt interessant. Ja. Als een lot uit de loterij. Ja, en misschien is het dat ook wel voor mij. Oh. En daarom ook een intiem diner. Een beetje met haar. En niet een of andere afspraak in een druk café of restaurant. Met allemaal van die overspannen mensen om me heen. Ik moet u eerlijk zeggen dat het bij u ook allemaal niet op een rijtje zit. Dacht ik zo. Daar zou u eens over moeten praten. U zou eens met een psychiater moeten praten. Nou, ik ben zelf psychiater. Ja, nou begrijp ik waarom je met moeilijkheden zit. Ja, precies. Als je de hele dag al die ellende van je patiënten moet aanhoren, nou, dan word je er vanzelf zelf ook niet vrolijk van. Nee, gaat u heen. Je moet er gewoon voor waken dat je dat soort problemen zelf ook niet krijgt. Nee, maar mag... Mag jij op u nou eens een goede raad geven, hè? Doe kalm aan. Vergeet al uw zorgen nu voor 1 avond. En drink straks een lekker cool glaasje champagne met die dame die hier direct komt. En dan bent u straks weer helemaal de ouwe. Jongen. Nou, het loopt wel toch even iets anders dan ik me had voorgesteld, hè? Kijk, ik was wat nerveus om haar te ontmoeten. En dan krijg ik ook nog iemand met wie ik helemaal nog nooit gesproken heb. Zeg, en wat doet ze eigenlijk? Alles wat u wil. Nee. Ik bedoel, wat voor werk? Ja, public relations. Oh, ja. Maar dat is interessant. Ja, wij noemen dat gewoon publieke werken. Ja. Het is een charmante dame en ze heet Mimi. Mimi? Ja, leuke naam, vindt u niet? Nou, ik vind het meer een naam voor een poedel. Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet, ik ga weg. Nee.
Wat? U kunt toch niet zo meteen weglopen? Dat is zonde van het vrouwtje en van de tijd. Trouwens, er is al voor de betaald. Betaald? Nee, ja. Nee, ze heeft al voor haar reis betaald. Ja, en ze is toch nog niet eens? Nee, maar ze kan elk ogenblik hier zijn, hè? Huh? Oh, ja, dat vrouwtje doet alle mogelijke moeite om hier naartoe te komen met u een bijzondere gezellige avond te hebben. En dan zou u zomaar weggaan zonder haar gezien te hebben. Nou, dat is toch niet eerlijk. Ja, maar waar komt ze dan helemaal vandaan? Hier uit de buurt. Hè? Nou, nee, niet helemaal. Ze komt eigenlijk uit de buurt waar ook haar vriendin vandaan komt. Oh, nou, ik moet zeggen dat ik zoiets nog nooit heb meegemaakt. Nee, dat begrijp ik. Maar één keer moet het de eerste keer zijn om iets in je leven mee te maken. Begrijp je wel? Maar maakt u zich niet ongerust, meneer. Het komt allemaal dik voor elkaar. Oh ja? Gelooft u mij nou? Weet u wat u gaat doen? U gaat zich eens lekker opfrissen en dan bent u straks weer helemaal als nieuw. Nou, misschien hebt u wel gelijk, ja. Zeker. Heerlijk, ja. Ja. Is dit de badkamer? Nee. Wat rustig. Dat is de verbindingsdeur naar de kamer hiernaast. De badkamer vindt u daar. Ja, dat doe ik kwalijk. En haal geen zotte dingen uit door te ontsnappen uit het badkamerraam. U zou een zot figuur staan, we zitten hier op de achtste verdieping. Oh ja, nee. Nou, dan zal ik dat niet doen. Ja. Uitstekend. Ja, nee. Waar ben ik aan begonnen? Nou, in de gaten. Tjonge, jongen. En oh! Diner voor twee personen. Dat zullen we dus even kwik regelen. Un dîner pour deux personnes. Mais oui. Ouais. Et puis, solo. Zo. Dat is geregeld. Goedenavond. Goedenavond. Komt u binnen? Oh, u bent al binnen. Meneer is in de badkamer. Hij verwacht u wel. Verwacht meneer mij in de badkamer? Ja, nee. Natuurlijk niet. Meneer komt er zo uit. Mag ik uw jas even aannemen? Nee, nog niet. Oh, houdt u die jas dan de hele avond aan? Ik heb nog niet besloten of ik wel zal blijven. Oh, maar meneer Nijman heeft u toch gestuurd? Jawel, maar dat daar is toch niet meneer Nijman? Wat maakt dat nou uit wie dat is? Oh, dat maakt mij heel veel uit. Ik ben zeer kieskeurig in het uitzoeken van mijn vrienden. Nou, ik heb al heel wat dames van meneer Nijman in de binnen zien gaan. De ene nog leuker dan de ander, maar u bent werkelijk heel apart. Kent u meneer Nijman? Oh ja, ik heb al veel zaakjes voor hem op moeten knappen. Zijn enige man. Zakenrelatie en rokkenjager. Ogenblik. Meneer Jacob hier, Jacob. Ja, ja die jonge dame is er. Ja, nee. En wat voor een dame. Ja, nee, ik kom zo. Stegen, meneer. Zo. Nou, kunt u meneer een bijzondere gezellige avond bezorgen? Ik dacht dat hij mij een gezellige avond zou gaan bezorgen. U kunt met elkaar een gezellige avond bezorgen. Mm. Een hapje, drankje. Niet te vergeten. Oeh, van alle gemakken voorzien, hè? Dat mag u zeggen, ja. Is dat bed ook een idee van meneer Nijman? Ja. Nee, dat is een idee van de architect. Ah. Meneer Nijman heeft er al even voor betaald. Ja, ik heb het u alleen maar even laten zien dat u weet waar u het vinden kunt. Ja, ja. Weet die meneer daar ook waar hij het vinden kan? Of die weet waar hij het vinden kan. Ja, ik begrijp niet als een keurige mevrouw als u zo in de business verzeild geraakt is. Maar ja, je staat steeds weer voor nieuwe verrassingen. Ik denk dat jij nog wat voor meer verrassingen zult komen te staan vanavond. Ik ben er ook bang voor. Oh ja, en voor ik het vergeet, verbaast u zich vooral niet als de heer daar in de badkamer niet de heer is die u eigenlijk verwacht. Ik zal mijn best doen. Uitstekend. Mimi. Mimi? Blijf jij daar nog lang? Nee, ik ben zo klaar. Alles naar wens? Ja, dankjewel, Jacob. Uitstekend. Waar is mevrouw? Zich even opknappen in de badkamer. Dan gaat alles prima. Dat hoop ik ook maar. Ach, natuurlijk. Als een jonge dame eerst naar de badkamer gaat voordat de eigenlijke avond moet beginnen. Ja. Dan loopt alles gesmeerd, dat kan ik u vertellen. Ja, dat heb je me al eerder verteld. En hiernaast, ik heb alles voor u geregeld. Alles gaat prima. Ah, dankjewel, Jacob. Zeker. En Jacob, huh? In welk stadium zijn ze al? Is alles nog aan of alles al uit? Nou, ik zal u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houden. Okay. Maar één ding. Ja. Ik moet wel zeggen. U heeft een enorme vergissing begaan. Hoezo? Oh.
Het verjaardagscadeau van meneer Nijman. Nou, Hallo? Dit had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Oh, nee? Nee, omdat jij niet helemaal past bij de beschrijving die ik van je had gekregen. Hoe was die dan? Nou, je werd me beschreven als een lekker stuk. Een lekker stuk? Ja, een lekker stuk waar ik veel plezier mee zou kunnen beleven. Maar ik ben erg blij dat je eruit ziet zoals je eruit ziet. Ik ben Dick. Dick? Ik dacht dat jij Jacob was. Nee, ik ben Dick. En jij bent Mimi. Nee, ik ben Lisbeth. Verwacht jij hier iemand die Mimi heet? Karen. Oh. En verwacht jij hier iemand die Jacob heet? Nee, David. Oh, ik word er een beetje duizelig van. Weet jij zeker dat je hier in de juiste kamer bent? Ja, ik wel. En jij? Ik ook. Laten we de dingen nog eens even op een rijtje zetten. Jij bent hier om een meisje genaamd Karen te ontmoeten. Ja, dat klopt. Voor een dinertje? Ja. Maar ze is er niet. Nee. En er werd verteld dat ik in haar plaats iemand zou ontmoeten die Mimi heet. Ja. Ja. Wie heeft jou dat verteld? Jacob. Aha, er is dus een Jacob. Ja, Jacob de ober. De ober? Wat vreemd. En zou jij hier iemand ontmoeten die David heet? Nee, want dit lag bij de receptie voor mij. Ik kan helaas vanavond niet zelf komen, maar ik weet zeker dat jij de ware Jacob zult ontmoeten. Amuseer je David. Ja. Ja? Ja, mag ik je nou eens een onbescheiden vraag stellen? Ja? Wie is die David? Oh, dat is een vriend van me. Of eigenlijk een vriend van Bob. Is er ook nog een Bob? Mijn man. Je man? Ben je nou gek geworden? Je man, komt die ook hier? Nou, wij zijn uit elkaar. Ons huwelijk is mislukt. Oh, nou dan... Dan kunnen we elkaar een hand geven. Oh. Mijn huwelijk 3 jaar geleden ook. Ach, wat spijt me dat. Nee. Het kan zo ook heel, heel gezellig zijn. Hè? Ja. Zeg, wil jij misschien een glaasje champagne? Oh. Het is toch aangeboden van het huis. Graag, ja. Heerlijk. Weet je, ik ben met een ambtenaar getrouwd. Ja. Hele belangrijke positie en best een aardige man, maar verschrikkelijk saai. Oh, ja. En daarom wat David, en daar kijkt hij ontzettend tegenop, tegen David Nijman, want die is heel, heel anders. Oh ja? Ja, dat is echt zo'n levensgenieter, hè? Dol op luxe hotelkamers en dure drankjes en meisjes, genaamd Mimi. Nou, misschien is hij dan vanavond wel op stap met die Mimi, hè? Als dat zo is, dan vermoord ik hem. Nee, we worden niet kwaad, hè? Rustig, alsjeblieft. Cheers. Cheers. Bob en ik zijn 4 dagen geleden uit elkaar gegaan. Mm. En daarom had David mij vanavond uitgenodigd om een beetje op te vrolijken. Oh, nou, maar dat is toch heel aardig bedoeld? Ja, maar ik had moeten weten wat hij van plan was. Hè, hoezo? Nou, die champagne en dat bed. Oh jee, heb jij dat bed ook al gezien? Ja. Het hoort er kennelijk allemaal bij David. En dat nog wel op de verjaardag van Bob. Verjaardag? Ja. Hij is vandaag 44 geworden. Oh, nou nog gefeliciteerd. Dank je. Zeg, waar zit hij eigenlijk? Oh, congres in Maastricht, geloof ik. Moet je nagaan. Hey, we hebben ruzie gekregen over de vraag wat ik hem voor zijn verjaardag zou geven. En toen is hij zo het huis uitgelopen. Het is niet waar. En wat wou je hem geven? Tuinhandschoenen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij er vandoor is gegaan. Nee, alsjeblieft, hè. Ga nou niet huilen. Nee, ik kan er absoluut niet tegen als ik een vrouw zie huilen. Oh nee, wat doe ik dat nou vreselijk? Maar kijk, dat klinkt misschien vreemd voor een psychiater, maar ik kan daar niet tegen. Een psychiater? Ja, dat is mijn beroep, psychiater. Maar wat doe je dan als je patiënten huilen? Raak je dan ook in paniek? Nee, dat zul je misschien niet geloven, maar in mijn spreekkamer kan ik heel erg sterk zijn. Wat is het verschil? Oh, kijk,
Kijk, dat komt omdat dat mijn klanten zijn, hè. Dat heeft iets onpersoonlijks, maar met jou is dat... met jou is dat heel anders. Oh ja? Ja. Ja, ik ben namelijk nooit hertrouwd, hè. En ik ben er namelijk achter gekomen dat ik niet langer alleen wil zijn. En beloof je me dat je niet zult lachen? Beloofd? Nou, toen heb ik contact gezocht met zo'n huwelijksbureau. Nou ja, dankjewel. Nou doe je het toch, nou ja. En om een lang verhaal kort te maken, en toen heb ik er eentje uitgekozen. En heb een afspraak gemaakt om haar vanavond hier bij een dinertje te ontmoeten. Karin? Ja, maar toen ik hier aankwam, vertelde Jacob mij dat ze van gedachten was veranderd. En dat ze een vriendin in haar plaats had gestuurd. Mimi. Ja, dus toen jij binnenkwam dacht ik even dat jij Mimi was. Begrijp ik. Zeg, wil jij misschien nog een glaasje champagne? Nou, graag ja. Zeg, het spijt me voor jou dat die Karin niet kon komen. Oh, mij helemaal niet. Iemand die er zo perfect uitziet op papier, kan in levende lijven alleen maar tegenvallen. Oh, dat weet je nooit. Ik voel mij heerlijk, weet je dat? Ik voel mij geweldig. Zeg, is jouw huwelijk echt misgelopen? Totaal. Prima. Nee, ik bedoel natuurlijk wat jou. Nee, jij bedoelt prima. En dat is het ook. Vanaf dit moment ga ik leven. Ja, dan leef ik met je mee. Op Jacob en David, dat ze nog maar lang weg mogen blijven. En op Karin en Mimi, dat ze ook maar heel lang mogen wegblijven. Ah, cheers. Cheers. Oh. Binnen. Oh, meneer. Ah. Alsjeblieft, de menukaart. Dankjewel. Gaat alles naar wens? Alles gaat uitstekend, dank je. Perfect. Zo, dus jij bent Jacob. Dat ben ik. Jacob, voordat wij gaan eten... Kun jij mij vertellen waarom meneer Nijman vanavond niet gekomen is? Meneer Nijman? Ja. Weet je toch? Oh ja? Tuurlijk. Ik zou vanavond met hem hebben gedineerd. Nee. Oh nee. Niet met hem. Met wie dan wel? Met hem. Nee hoor, niet met hem. Wel met hem. Niet nee. Met hem. Met wie dan? Jouw slag nou juist aan jou. U moet mij geen vragen stellen, ik ben niet over. Het schijnt dat jij beter dan wie dan ook weet wat hier vanavond allemaal gebeurt. En dat zou ik ook graag willen weten. Ik heb van tevoren gezegd geen vragen stellen, alleen uw werk doen. Ik stel altijd vragen voor ik mijn werk ga doen. En jij kunt mij maar beter de juiste antwoorden geven. Laten we bij het begin beginnen. Waar is die dame die deze meneer hier zou ontmoeten? Dat bent u. Nee, Jacob, dat is niet juist. Ja, dat bent u. Die andere dame die was verhinderd, dat heb ik hem ook verteld. Ja. Maar waar is haar plaatsvervangster dan? Dat zij. Nee hoor, want ik ben de derde dame. Is er nog een derde dame in het spel? Ja. Daar lijkt het wel op jou. Het gaat volledig uit de hand lopen. Als ze allemaal tegelijk zouden komen, ja. Maar ja. Weet jij zeker dat wij allebei op de juiste kamer zijn? Oh, absoluut zeker, mevrouw. Absoluut zeker, dit is de juiste kamer. En de kamer is ook niet toevallig vanavond dubbel geboekt? Zo goed hotel, mevrouw, er worden hier geen fouten gemaakt. Dan is hier iets heel vreemds aan de hand, Jacob. Ik ben er ook bang voor. U vindt die meneer aardig, ja? Ja, dat is een heel aardige man. U vindt die mevrouw aardig, ja? Oh ja, heel erg aardig, Jacob. Nou, wat zitten we dan te zeuren? Hè? U vindt mekaar aardig, u heeft alles. Een fles champagne, een bed, een diner. U heeft mekaar. Laten we er geen stomme vragen stellen waar toch geen antwoord op te vinden is. Amuseert u zich? Dat is eigenlijk helemaal nog niet zo'n gek idee. Dat is het enige goede idee wat ik u geven kan, juffrouw. Goed. Het is overigens mevrouw. Blahetto, komt uw man ook? Nee hoor, die zit ergens ver weg in Maastricht. Oh, gelukkig. Die zit ver weg in Maastricht. Misschien zit hij daar wel met Mimi. Wat zullen we bestellen? Ja, u zegt het maar. Wat zal het zijn? Alles goed? Ja, prima. Ik heb alleen mijn tas hiernaast laten liggen. Ik ben zo toch. Oké. Nee, niet daar. Nee. Neemt u niet kwalijk. Ik dacht dat deze kamer vrij was. Nee. Nog één keer 100 gulden, het gaat het aan de meeste en ik doe niks. Afgesloten. Neem die kwalijk, ik moet het u even uitleggen. Die meneer hiernaast die heeft goed gevonden dat deze mevrouw en meneer deze kamer hebben. Omdat u daar in die andere kamer al een bad, een bed, omdat u alles heeft wat u nodig heeft. Ja, dat is wel goed, maar ik heb alleen mijn tasje daar laten liggen. Blijf staan, ik zal het even pakken. Tasje.
Nogmaals, neemt u me niet kwalijk. Hè? Nee hoor, helemaal niet. Dick? Ja. Wat heet u Dick? Ja, ik ben Dick, ja. Dick, ja. Nou, dat is ook toevallig. Moet ze heten op Dick? Ja. Champagne? Ja. Heeft u wat te vieren? Ja, met z'n vijven. Wat? De verjaardag van mijn man. Oh mijn god. Mijn vrouw. Wilt u misschien ook een glaasje? Oh, nou, dat kan ik echt niet aannemen. Natuurlijk wel. Het is toch aangeboden van het huis, niet waar, Jacob? Ja, zeker mee van het huis. En uw vriend hiernaast, wilt u misschien ook een glas? Oh. Dick, er wordt je glas champagne aangeboden. Nee, dank je. Ik ben net even aan de whisky. Hartelijk gefeliciteerd, Dick. Ja, dank je. Bent u ook haar jarig? Ja, daar lijkt het wel op, Jacob. En zouden we daarom een tweede fles champagne van het huis mogen bestellen? Nou, ik denk niet dat meneer Nijman zich dat kan permitteren. Ja hoor, dat kan hij zich heel goed permitteren. Oh. Breng nog maar een tweede fles en geef die mensen hiernaast er ook een. Hey? Oh, dat kunnen we echt niet aannemen. Tuurlijk wel. Meneer Nijman kan zich alles permitteren. Breng nog maar een tweede fles en dan zet het maar op zijn rekening. Nou, dat gaat uit de hand lopen hoor. Oh, wel nee. Maak je niet ongerust. Het is een hele oude vriend van me. Een hele oude klant, zal u bedoelen? Nee, ik bedoel vriend. Nou, dat gaat meneer Nijman dan een hoop geld kosten, zulke vrienden. Moment, hier. Hier is uw tas. Ik kom straks nog hier naar de kamer met de menukaart en dan kunt u uitkiezen wat u eten wil. En denk erom, het is niet op rekening van meneer Nijman. Zeker. Tot ziens. Het was prettig met u kennis te maken. Ja, dan wel. Komt u straks nog een kopje koffie bij ons drinken? Misschien doen we dat wel, ja. Mag ik u nog iets vragen? Ja. U heet niet toevallig Mimi? Goed, dat dacht ik al. U ziet er niet uit als een Mimi. U heet toch Mimi? Zie ik er dan uit als een Mimi? Nee. Nou dan? Ik weet het niet meer, hoor. Het is allemaal zo ingewikkeld. Geen Mimi's, twee dikke, drie truzen. Ik kan het niet meer uit elkaar houden. Ik dracht me geloof ik. Dick? Dick! Dick! Ja? Wat is er? Oh. Voel je niet goed? Nee. Zo ziek? Ja. Neem een glas champagne, dat helpt misschien. Het is aangeboden door een zekere meneer Nijman. Kom overeind. Oh, je ziet er verschrikkelijk uit. Het spijt me vreselijk, maar ik heb net een kleine shock gehad. Oh, heb je soms last van je hart? Ja, soms wel. Zal ik de dokter waarschuwen? Nee, dank je, het gaat wel. Ik moet even naar de badkamer. Uitzien. Hier is het besloten. Mooi. Dat worden maar tweemaal melam met hoen. Meloen met ham. En tweemaal spergeunersies. Ik ben op voor de zenuwen, neem ik niet kwalijk. Tweemaal zigeuner, spies, juist. Plus een extra fles champagne. Ja. Goed, uitstekend, ik ben zo terug. En wilt u alstublieft geen gasten meer uitnodigen. En geen flessen champagne meer bestellen, want ik kan meneer Nijmers zich niet permitteren. En ik wil mijn baan langer houden dan vandaag. Ik ben zo terug. Oh. Nou. Gezellig, hè? Ja. Heel gezellig. Dat zouden we vaker moeten doen. En toch klopt er iets niet. Wil jij mij even excuseren? Waar ga je naartoe? Ik ben zo terug. En als Mimi dan komt? Die stuur je gewoon terug waar ze vandaan komt, ongebruikt retour. Zo. Wat, meneer? In de badkamer. Ik heb net een lichte hartaanval gehad. Nee, hè? Nou! Hallo, Jacob. Dag, meneer. Hoe is het nu met u? Beter. Zeg, Jacob, vertel eens. Wie is die dame daar? Welke dame? Die dame in de kamer hiernaast. De kamer hiernaast? Ja, de kamer hiernaast. Dat weet u toch? Nee, dat weet ik niet. Die is van meneer Nijman. Nee, die is niet van meneer Nijman. Die is wel van meneer Nijman. Die is niet... Dan heet ze zeker ook geen Mimi. Zeg, waar heb jij het over? Weet ik veel aan me zitten. Maar hoe weet je zo zeker dat ze niet gestuurd is door meneer Nijman? Oh, die is... Omdat... Omdat zij een van mijn patiënten is. Ah. Patiënten? Ja, ik heb haar herkend toen ik om het hoekje van de deur keek. Met u ook, dokter? Nee, psychiater. Ook al? Ja. Ik dacht dat u voor meneer Nijman werkte. Ik heb nog nooit van meneer Nijman gehoord. Nee, dat zal wel, maar was een champagne leeg drinken, hè? Ik vind het zo vreemd allemaal, hè? Ja, ik ook. Waarom is ze me hier achterna gekomen? Ja,
Het is gewoon toeval. Nee, nee, dat is het niet. Nee. Oh nee, waarom niet? Ze valt een beetje op me namelijk. Valt ze op je? Ja, nou ja. De gewone klassieke patiënt-dokterrelatie. Ze loopt me overal achterna, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat lijkt me ook geen pretje. Nee, dat is het zeker niet. Nee. En het verknoeit onze hele avond. Ja. Neemt ze altijd haar man mee als ze jou achterna loopt? Huh? Haar man? Haar man? Ja, die man bij haar. Is dat haar man? Huh? Ja, dat zei ze. Zei ze dat, hè? Ja. Ze vieren samen zijn verjaardag met een fles champagne. Het is de zit mijn champagne te drinken met een andere man. Uw champagne, de champagne van meneer Nijman. Nou ja, dat is niet belangrijk. Nee. Oh nee? Nee, het punt is, waar denkt zij dat ik ben? Maar waarom ben je er zo zeker van dat ze weet dat je hier bent? Wij mogen geen enkel risico meer nemen. Nee. Jacob, ja. Kunnen wij verhuizen naar een andere kamer? Ja, nee, dat kan niet. Het hele hotel in bezit. Dan moet jij meteen dat slot repareren. Dat slot is naar de knoppen. Maar wat moet ik dan doen? Ja, dat weet ik ook niet. Wat moet ik in godsnaam doen? Graag het eens aan zo erg is het toch ook. Je begrijpt het niet, dat is het wel. Ze is vol slag. Gek! Zeg, hoe lang ken je haar al? 12 jaar. Goeiedag. En is ze dan nog steeds gek? Dan kan je nooit een goede psychiater zijn. Ik weet het. Wij gaan met z'n tweetjes gezellig in een restaurant. Maar jij houdt niet van restaurants. Je mag geen andere mensen om je heen. Bovendien, wat moet ik met al die champagne van meneer Nijman? Geef het maar aan hun. Ja, dat denken ze dat meneer Nijman Sinterklaas zelf is. Hoe ben ik ooit in zo'n situatie terechtgekomen, hè? Waarom ben ik niet gewoon thuisgebleven en heb mijn verjaardag gevierd zoals iedereen, languit op de bank voor de televisie? Huh? Verjaardag? Oh god, wat zeg ik nou weer? Ja. Ben jij soms gelijkjarig met die dik van hiernaast? Ja! Dat is ook toeval. Ja. Begrijp je nou waarom ze op me valt? He? Ze haalt gewoon die twee mannen door elkaar. Maar wacht, laat me even nadenken. Ja. Meneer, moet even nadenken. Ja, ik begrijp die man niet. Die is zo zenuwachtig als wat. Hij heeft twee vrouwen, krijgt er straks nog één extra. Die man die moet zich doodgelukkig voelen. Oh, Jacob, ik wou dat ik de hele situatie maar een beetje begreep. Ja, ik ook. Weet je wat? U gaat zitten. Hè? En dan zal Jacob eens vertellen wat u gaat eten. U neemt gewoon twee paté en twee, hoe heet die dingen, stiek op waveren. Hè? En als meneer alsnog besluit om ergens anders te gaan eten, dan sturen we het hele diner van deze kamer naar die kamer met een fles champagne erbij. Stel voor, hij krijgt nog eens ze krijgen nog eens visite voor zijn verjaardag. Hè? Ja, ik heb het. Wat nou weer? Het is een valstrik. Wat? David heeft geregeld dat ze hier is. Kent zij die David dan ook al? Ja. Oh, je gaat me toch niet vertellen dat ze ook via het bureau hier is gekomen? Oh nee hoor, hij is gewoon een goede vriend van me. Hij is wel een populaire man, geloof ik. Wie is hij eigenlijk? Nou, dat heb ik je toch al gezegd. David Nijman, een goede vriend. David Nijman. Nijman? Toch niet de Nijman? Ook dat nog. De meneer Nijman die iedereen voorziet van eten, drank en vrouwen? Nou ja, weet je niet op zich. Wij zijn gewoon de marionetten. En meneer David Nijman heeft de touwtjes in handen. We zitten goed, zolang zij er maar niet achterkomt dat we ook hiernaast zijn geweest. Wat nou weer? Ik heb mijn tas hiernaast laten staan. Nou, en? Die herkent ze meteen. Hoe kan ze je tas nou herkennen? Heel gewoon, mijn naam staat op de label. Wat doe je trouwens met de tas? Het ging alleen maar om een dineetje, weet je wel? Ja, maar ik heb altijd een heleboel pillen bij me. Een tas vol? Nou ja, je weet maar nooit wat er kan gebeuren op zo'n avond. Nou ja, ze weet toch wel dat je hier bent. Dus die tas geeft toch verder niets? Nee, die is juist wel belangrijk. Ze veronderstelt alleen maar dat ik hier ben, maar dat weet ze niet zeker. En die tas kan haar het bewijs leveren. Ik moet die tas in handen zien te krijgen. Maar hoe? Zou ik maar weggaan? Dan kan je op je gemak al je problemen oplossen met je tas, je pillen, je patiënt. Ach nee, ga nou toch niet weg. Ik heb me er juist ook voor verheugd om vanavond met jou te zijn. Ja, maar ik... Ik raakte alleen maar een beetje in de war omdat ik haar zag. En als je haar zou kennen, dan zou je veel beter begrijpen wat ik bedoel. Ik zou haar best willen leren kennen. Mm-hmm. Hoe heet ze eigenlijk? Hoe ze heet? Mm-hmm. Lisbeth. Mimi. Nee, het kan nooit Mimi zijn. Waarom niet? Ze vroeg mij juist of ik Mimi heet. Mijn hemel, ze weet dus van Mimi. Ik moet die tas in handen zien te krijgen. Ja, moet je mij niet aankijken? Nee. Jacob. Jacob, die kan ons helpen. Hij is beneden, ik ga even naar hem toe. Ga jij even zitten, drink een drankje en dan gaan we zo direct op een hele bijzondere manier mijn verjaardag vieren. Waar ben je geweest? Naar beneden om in het gastenboek te kijken. Jij raadt nooit welke kamer er op mijn naam staat. Nou? De kamer hiernaast. Wat
Vreemd? Ja! Deze kamer stond geboekt op David en mij. Maar wie zijn dan die mensen die hiernaast op mijn kamer zitten? Wat kan jou dat nou schelen? Huh? Dat zoeken we na het eten wel uit. Ja, maar luister. Dan kan ons dinertje toch niet aan opofferen? Maar daar klopt iets niet. Luister nou. Kijk, ik wou alleen maar zeggen... We krijgen ons diner zo opge... Ja, ach, ja, binnen. Binnen. Daar klopt iets nog. Ja, ja. Zo. En altijd makkelijke wagentjes nu, hè? Zo. Wat was dat? Hé, zet u. Wat was dat? De deur op de gang. De tocht. De tocht op de gang, deur. Oh. Ja, alsjeblieft. Niks. Oh, dat ziet hand. Er zalig uit. Meloen met ham, meneer. Heerlijk. Meloen met ham. Dank je. Heerlijk. Plus een verse jongen. Heerlijk. Uitstekend. Dank je wel, Jacob. Niet graag. Dank je. Zo. Nou, ik zou zeggen... Eet smakelijk. En ik zal nog eens even bijschenken. Ja. Oh nee. Ach. Oh nee, wat doe ik nou weer? Waarom ben jij zo nerveus? Ben ik nerveus? Ja. Ik ben helemaal niet nerveus, zo werk ik nu eenmaal. Het lijkt wel of je langzamerhand zelf een psychiater nodig hebt. Oh ja, nou zo'n man kan ik niet betalen. Nou, wil je me even... Ja. Wil jij me even excuseren? Ja. Even mijn handen droog maken, hè? Soms wel. Ik wil je even opdienen. Is er iets? Daar zit een man in de badkamer. Een man? Ja. Wat doet hij daar dan? Hij probeert uit het raampje te klimmen. Waarom? Ja, weet ik veel. Misschien probeert hij zelfmoord te plegen. Hoe komt die man in onze badkamer? Ja, dat weet ik veel. Misschien is het de glazen wasser of ik weet het niet. Weet jij zeker dat je geen hallucinaties hebt? Ja, daar zit een man in de badkamer. Sorry! Neem me niet kwalijk. Ik heb even de badkamer gecontroleerd of alles in orde is. En ik kan u meedelen dat inderdaad alles in orde is. Ik wens u allebei een zeer plezierige avond. Je hoeft niet bang te zijn, ik ben het. Ik had bijna een hartaanval. Of zullen we alle twee een van jouw pilletjes nemen? Wat voor pilletjes? Die pilletjes van jou voor je hart. Oh, die? Nee, dat is niet nodig hoor. Maar ga nog even zo door, dat is heerlijk. Jongen. Ik had bijna een hartaanval. Ik had bijna een hartaanval. Nou, is nog lang, ik krijg er ook een. Ja, Bob. Ja, meneer. Worden de badkamers altijd op dit uur gecontroleerd? Ja, meestal wel, ja. Omdat alle gasten om deze tijd in de eetzaal zitten. Oh ja? Ja. Zo, hoe is die man hier eigenlijk binnengekomen? Ja, weet ik ook niet. Deed de buitenkant langs de brandtrap en door het badkamer aan naar binnen. Oh, zou het niet eenvoudiger zijn op de deur te kloppen en dan gewoon de kamer binnen te komen? Nee, het is hem verboden om de kamer binnen te komen als er een bed is uitgeklapt. Oh ja? Waarom is dat? Uit voorzorgsmaatregelen voor de gasten. Hè? Ja, het is een hele goede detective, maar als hij een kamer binnenkomt waar een vrouw alleen is, is hij niet te houden. Mag ik hierna alstublieft het diner serveren? Heel graag, Jacob. Nou, als jij denkt dat het veilig genoeg is om ons alleen te laten... Dat garandeer ik. Hoop ik. Hoe gaat het met je hoofd? Een stuk beter. Ik wil wat drinken. Haha, champagne. Ja, dat is de fles waar Jacob je mee op je hoofd heeft geslagen. Nou, gelukkig heeft hij niet gebroken. Laten we maar een slokje nemen. Wat was dat? Een schot? Rust.
rustig nou toch. En eet je meloen. Nee, maar ik kan het niet. Ik ben te nerveus. Wat zit je dan nou weer dwars? Nou, de hele situatie. Ik zou hier hebben zitten eten met Mimi, die de plaats is zou nemen van Karen. En ik zit hier te eten met Lisbeth. En alle drie de vrouwen heb ik van mijn leven nog nooit gezien. Dat is toch leuk? Ja, weet je, ik begrijp het nog goed. Ik vind het ook helemaal niet erg. Maar alleen, waar is die Mimi, hè? Misschien komt die straks nog opdagen. Dat is best mogelijk, ja. En waar is David Nijman? Die kan ook nog altijd komen opdagen. Ook dat is mogelijk. Hè? Het kan ook zijn dat ze allebei tegelijk komen. Nee, hè? Het kan al heel gezellig worden. Nee, maar zit er nou toch niet over in? Ja, maar bedoel... Hè? Eet je meloen. Ja, maar luister nou even. Oh, nee, joh. Is dat om je mes schoon te maken of je das korter te maken? Hè? Oh, ja, sorry. Het is een hele slechte gewoonte van me als ik nerveus ben. Maar waarom ben je dan nerveus? Ja, ik kan nog steeds niet begrijpen dat zij in die kamer hiernaast zit. Wat maakt het nou uit wat zij daar doet? Nou ja, ze zit daar te eten met een andere man. Ze zit daar te eten met haar man. Dat is het punt juist, dat is haar man niet. Dat zei ze me anders van wel. Nee, dat is niet zo en daar zit ik nou juist zo over in. Kijk, mijn hele therapie was erop gebaseerd dat zij haar belangstelling voor mij zou verliezen en wat meer aandacht aan haar eigen man zou geven. En dan zit ze daar met een wildvreemde kerel te eten op een hotelkamer. Dat is voor mij zeer, zeer, zeer verwarrend. Zou je dat bij haar volgende bezoek rustig met haar willen bespreken? De avond gaat op deze manier voorbij. Je hebt tot nu toe meer aandacht aan haar besteed dan aan mij. Ach ja, dat is waar. Sorry. Ja, ik ben ook altijd met mijn vak bezig. Op mijn vak. Op ons. Maar er is nog iets. Wat dan? Wat zou ze van Mimi weten? Wie denkt die Mimi eigenlijk wel wie ze is? Nou, daar wordt steeds over gepraat en het schijnt dat ze hier nog verwacht wordt. En ik zou het bijzonder vervelend vinden als zij ons tweetjes zou storen. Kunnen we nu alsjeblieft gaan eten? Hè? En over onszelf praten? Ja. En niet over jouw vrienden en jouw patiënten en al die andere mensen die vanavond nog dit hotel zullen binnenkomen? Ik beloof je dat ik over niemand anders meer zal praten. Eet smakelijk. Lekker hoor. Lekker hoor. Smaakt mij ook best. Smaakt mij ook best. Zal ik nog eens even bijschenken? Heel graag, dank je. Zal ik nog eens even bijschenken? Heel graag, dank je. Hè, wat is dat lekker. Ja, binnen. Zo, mevrouw, meneer, daar ben ik. Heerlijk. Smaakt het? Heel verrukkelijk, Jacob. Uitstekend. Gaat alles naar wens? Ja hoor, uitstekend. Prachtig, dat mag ik horen, zolang iedereen zich maar gelukkig voelt. Ah. Voelen de mensen hiernaast zich ook gelukkig? Hiernaast? Ja, die aardige man die Dick heet. Met het aardige vrouwtje dat geen Mimi heet. Ah, oh, die. Oh, ja, ik zal straks even voor u informeren. wat ik vraag, houdt u van een beetje pittig aangemaakte salade? Ja, heerlijk. U ook? Ja, oh ja, dat vind ik ook verrukkelijk, ja. Dan krijgt u van mij een zeer pittig aangemaakte salade. Daar kunt u op rekenen. Ik zal u eens een klein beetje verrassen, hè. Zo, in de baas. Ja. Een beetje pittige tomatenkazup, tarteur. Lekkere tomatenkazup. Hup, geëren. Gooi het maar even anders de boven, maar mag weer naar mee, hè. Even goed husselen, want dat moet even intrekken. Meestal doe ik dat buiten de kamer, maar nu doe ik het in de kamer waar ik bij ben, hè. Meneer Frappe! Meneer Frappe! Ja, zoepen! Neemt u kwalijk, dat kan ik niet tegen, hoor. Ja, zoepen! Ja, een beetje husselen. Doe er nog een beetje van deze saus bij, meneer. Het is overheerlijk. U zult niet weten wat hij proeft. Waar is mijn tabasco, heer? Een beetje tabasco. Heerlijk, hoor. U heeft gezegd, u houdt van pittige salade, meneer. U krijgt een heerlijke pittige salade. Daar gaat nog een beetje ui bij. We gooien er alles lekker doorheen. En een beetje komkommeren. Uitstekend, en we maken het af met mayonaise. Zo, kijk er eens even aan, meneer. Het is een recept van het huis. Ja, salade Bosdo. Voilà, hup, hup. Het is een beetje nat, maar dan moet je maar niet naar kijken, meneer. Het smaakt verrukkelijk. Dank je, Jacob. Kijk er eens even aan, hup, tikkie, en dan gaat hij weer. Kijk eens even aan, mevrouw. Het kan niet pittiger en het kan niet lekkerder. Heel hartelijk. Oh, pardon, ik vergeet nog de tomaten. Ja, zo ja. Eet u smakelijk. Ik zal eens even
Eens even proberen, Jacob. Ja, meneer, hij is heel pittig, hoor. Pittiger kan niet. Oh, Jacob. Mevrouw. Is die tussendeur nog steeds open? Ja, mevrouw, die is nog steeds open. Zou jij de mensen hiernaast dan willen zeggen dat wij vanaf dit moment absoluut niet meer gestoord wensen te worden? Oh, ja. Betekent dat ook dat u geen dessert en koffie wilt? Voorlopig niet. Uitstekend. En mochten we van gedachten veranderen, dan laten we je dat wel weten. Uitstekend, mevrouw. En wat doe ik met die Mimi als die straks komt? Die mag jij hebben. Oh. Aangeboden van het huis. Oh, no. Hartelijk dank. Dan wordt het toch nog een dolle avond, moet ik zeggen. Joepie! Waarom zei je dat? Wat? Nou, dat van wij wensen absoluut niet gestoord te worden. Oh, nou, ik wou er zeker van zijn dat wij voorlopig met z'n tweetjes blijven. Waarom? Wil jij dat dan niet? Jawel, jawel, maar wij hebben de mensen hiernaast net voor de koffie uitgenodigd. Maar ik heb liever alleen met jou koffie. En je hebt de koffie net afbesteld. Dan heb ik geen koffie met jou alleen. Nee, hè? Nee, ik ben weer nerveus. Nee, dat zie je. Kijk, ik bedoel... Mag ik voor één avond niet jouw meisje van het huwelijksbureau zijn? Ja, nee, kijk, ik bedoel dat... Oh, wat stom van me. Sorry. Dat geeft toch allemaal niks? We bestellen gewoon weer opnieuw. Nee, dat hoeft niet. Ik heb toch geen honger. Oh, wat is er nou toch met je aan de hand? Jij beeft helemaal. Nee, dat komt. Ik heb nog nooit eerder in zo'n situatie gezeten, hè? Nee, kijk, ik vind jou heel erg aardig, ja. Oh, ja? Ja, maar het is niet goed wat wij doen. Maar we doen toch nog helemaal niets? Nee, maar jij bent getrouwd en je man... Mijn man zit in Maastricht en amuseert zich. Dan heb ik toch ook het recht om mij een klein beetje te amuseren? Nee, hè? Wat is er nou verkeerd aan? Nee, kijk, ik... Ik ben allergisch op getrouwde vrouwen. Allergisch? Ja, ik raak altijd in paniek. Als ik met een getrouwde vrouw alleen ben, dan kan ik geen lucht meer krijgen. Luister maar. Wat vreemd. Ja, ja. De helft van jouw patiënten zullen toch wel getrouwde vrouwen zijn? Ja, precies, ja. Het zijn altijd getrouwde vrouwen die met een huwelijksprobleem erbij komen. Oh. Daar heb ik een complex van overgehouden. Oh, God, wat erg. Je toch niet zo persoonlijk aantrekken. Nee. Zeg, het lijkt wel of jij koorts hebt. O, ja? Weet je wat? Ja. Jij moet even gaan liggen. Huh? Even gaan liggen. Nee. Ik zal je helpen. Nee, wat gaan we nou doen? Wacht even. Nee, maar wacht even. Ja. Laat het komen. Je zal het wel zien. Zo, mevrouw, meneer. Het diner. Nee. Dat hoeft niet. Ik ga wel op een stoel zitten. Wat was dat? Nou, die laten er ook geen gras over groeien. Wat was dat voor een klap? Het bed. Het bed? Het bed. Waar is dat bed voor nodig? Nou, waar het meestal voor nodig is twee mensen elkaar aardig vinden. Hoe weet jij dat ze elkaar aardig vinden? Mensenkennis, nee, mensenkennis. Ik kan op een afstand ruiken of twee mensen verliefd zijn op elkaar. Verliefd? Ja. En ik moest erbij zeggen dat ze onder geen enkele voorwaarde gestoord wensen te worden. Het is niet waar. Wat zijn ze dan aan het doen? Wat zou je denken? Ik weet het niet. Nou, wat meestal twee mensen doen na twee flessen champagne. Aha, ze zijn gaan slapen. Begrijp ik waarom die meneer Nijman een afspraakje met u gemaakt heeft voor die Mimi? Ik kan het niet uitstaan. Wat doet die kerel dan met haar? Wilt u een demonstratie? Nee! Nee, dankjewel, Jacob. Ah, graag gedaan. Zo, boom. Het is afgelopen. Hup, over. En uit. Roger. Juist. Wat? Ik speel geen spelletjes meer. Het is mijn schuld allemaal. Laten we ermee ophouden. Ah. Zeg, waar heeft hij het over? Ik heb geen flauw idee. Zeg, meneer, wie bent u eigenlijk? Dat kan zij vertellen. Best. Ja, ik weet niet wat je allemaal van plan was, schat, maar laten we ermee stoppen. Mee stoppen? Zeg, is zij wie ik denk dat ze is? Ja, dat klopt. Ik ben haar man. Mijn man? Ja,
Daar was ik al bang voor. Oh. Ik weet niet wat ze jou allemaal verteld heeft, beste kerel, maar ik bied je in ieder geval mijn welgemeende excuses aan. Huh? Wat bedoelt u met mijn man? Ja, wat dacht je dat ik daarmee bedoelde? Nee, hey. Wacht eens even. Is hij jouw man dan niet? Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Oh? Oh. Alsjeblieft, schat. Laten we geen spelletjes meer spelen. En wilt u mij geen schat noemen? Nou, hou op met die komedie. Ik heb je toch gezegd dat het mijn schuld is allemaal? Ik weet echt niet waar hij het over heeft, hoor. Meen je dat nou? Is dat jouw man dus niet? Hij lijkt er niet eens op. Maar wie is het dan wel? Geen idee. Volgens mij probeert hij een spelletje te spelen. Spelletje spelen? Jij bent degene die een spelletje speelt, niet ik. Zeg, en wilt u nu zo tegen mij schreeuwen en weggaan? Ik ga niet weg, zeg. Luister jij, vriend. Zijn vriend? Ik ben uw vriend niet. Dit is mijn vrouw Lisbeth en ik ben haar man Bobby. Nee hoor, hij heet Dick. Dat heeft zijn vriendinnetje ons zelf verteld. Haha, ja. Dat is waar. Jij weet verdomd goed dat ik geen Dick heet. Van de zenuwen gaat hij dwars door de muren. En waarom noemde zij jou dan Dick? Omdat zij denkt dat ik jou ben. Wat denkt zij dat jij mij bent? Ja, ze heeft mij namelijk nog nooit eerder gezien. Maar ze heeft mij ook nog nooit eerder gezien. Nee, daarom kon ik het doen voorkomen dat ik jou was. Maar jij hebt mij ook nog nooit eerder gezien. Nee, maar het zit zo. Zeg, heb jij meneer ooit eerder gezien? Nee, nog nooit. Zeg, Jacob, dan word je bedankt. En hij heeft mij ook nooit eerder gezien. Hou jij je mond alsjeblieft. Zeg, wilt u ophouden zo met een grote toon tegen mijn vrouw te vragen? Het is je gast niet. Nee. Het is mijn vrouw. Juist. En Lisbeth, ga mee naar huis en laten we thuis allemaal rustig uitpraten. Hoe weet je dat ik Lisbeth heet? Nou, dit wordt te dol. Jacob, heb jij deze man verteld dat ik Lisbeth heet? Nee, want ik dacht dat hij nog steeds Mimi was. Ik heb altijd geweten dat ze Lisbeth heet. Oh ja? Toen ik met haar trouwde, heette ze ook Lisbeth. Oh. Nou, waar of niet? Ja. Nee hoor, Betsy. Zeg, die band die wordt wel heel erg vervelend, Jacob. Zou jij hem even willen verwijderen? Meneer, ik zal dat biggetje dus even wassen. Nou, kun je dan? Niemand jaagbaar, is dat duidelijk? Zwier zij. Deze man nooit eerder gezien? Absoluut. Goed. Kom mee, vriend. Kom mee, vriend. Ik ben geen vriend van jou. Juist. En omdat je geen vriend van mij bent en geen vriend van haar, verzoek ik je vriendelijk om ons alleen te laten. Wij zaten te eten. Eten jullie altijd in bed? Hè? Als je maar niet denkt dat ik jouw vrouw met mij alleen laat. Zij is jouw vrouw niet. Nee. En ik verzoek je vriendelijk te verdwijnen. Fijn. Kom op, Jacob. Grijp me niet aan. Blijf jullie vanaf. Kies. Nee. Toch niet weer. Ik ben geen schip dat te water gelaten moet worden. Ik ga wel weg. En wij spreken elkaar nog. Liever niet. Wat ga je doen? In de spiegel kijken om te zien of ik het wel ben. Hoe voel jij je? Belazerd. Nou, het houdt bij mij ook niet over. Oh. Het is net iets te veel opwinding voor een simpele psychiater als ik. Weet je wat? Ja. Heeft u nou al die opwinding nog behoefte aan een kop koffie? Dat lijkt me een uitstekend idee, Jacob. Heel goed, ik heb zelf ook wel behoefte aan een sterk bakkie. Heerlijk. Ja. Hallo, Jacob. Oh, meneer. Klap op je oog gehad? Ja, kan u het zien? Ja. Gelukkig heb ik er nog één. Oh ja. Natuurlijk, ja. Ik heb besloten wat ik ga doen. Oh nee. Je hoeft niet bang te zijn. Ik heb besloten om jou precies te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Krijg ik weer een ander verhaal te horen? Nee, de waarheid. Maar hoe weet ik dan dat dat de waarheid is? Ik heet geen Dick, ik heet Bob. Bob? En Dick zit in de kamer hiernaast. Die zou jij hier vanavond ontmoeten.
Maar door een toeval ontmoette je mij, omdat ik hier was om Mimi te ontmoeten. Die een verjaardagscadeautje was van David, maar ze kwam niet opdagen. En toen jij kwam, dacht ik dat jij Mimi was. En ik vond je zo aardig dat toen ik merkte dat jij Mimi niet was, ik me voorgedaan heb als Dick. En die vrouw hiernaast kan zeggen wat ze wil. Maar is mijn vrouw Lisbeth, ze is er op de een of andere manier achtergekomen van mijn verjaardagscadeautje van David. En heeft mijn afspraakje met Mimi willen verstoren. Maar in plaats van mij te vinden, vond ze Dick. Omdat ik met Jacob geregeld had dat hij hem in die kamer hiernaast zou ontmoeten. Zodat ik beter bij jou kon zijn, omdat ik bij jou wilde blijven. Bij mij. Jij bent Karin. Karin. Precies. Is het je duidelijk? Nee. Goed. Zet er dan maar verder niet meer over in. Kijk, er is alleen één ding wat jij moet weten. Hè? Die Dick, hè? Waar jij een afspraak mee had via het huwelijksbureau, en de psychiater die jij dus aan de telefoon hebt gehad, dat is de man die hiernaast zit. Hij weet niet dat jij hier bent, dus ik stel voor dat jij naar hem toe gaat en hem alles uitlegt. En dan? Nou ja, dan zal hij moeten kiezen tussen jou en mijn vrouw. O ja. Nou, ga je naar hem toe om jezelf aan hem voor te stellen? Oké. Wat ga jij doen? Oh, ik wacht doodrustig af wat er allemaal gaat gebeuren. Hallo. 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 Ik ben Karin. Karin? Karin? Ja. Voor jou. De Karin? Ja. De Karin die in de boutique werkt en dol is op katten, antieke lange strandwandelingen? Precies, ja. Grote genade. Ik dacht dat je niet kon komen. Kon ik wel. Maar? Ja, het is allemaal een beetje anders gelopen. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Maar de hoofdzaak is dat ik hier ben. En het was de bedoeling dat wij samen zouden gaan eten. Wat doet me nou? Wat wil je doen? Ja, nou, ik weet het niet precies, maar kijk... Goed. Hè? Ik zal geen spelbreekster zijn. En ik zal jullie alleen laten om te doen wat jullie van plan waren. Nee, wat ga je nou doen? Wat stel jij nou voor? Nou ja, kijk, ik weet het niet. Maar misschien, kijk, ja, ik bedoel... Jij bedoelt dat iemand anders de beslissing moet nemen. Goed, die neem ik dan. Hè? Waar ga je nou naartoe? Ik ga beneden een kop koffie drinken. En ik denk dat ik er een hele grote cognac bij neem. Als je op één avond je man en een goede vriend kwijtraakt, nou, dan heb je best een borrel verdiend, hoor. Misschien kom ik Mimi nog tegen. Kunnen we samen wat gaan drinken? Zo, jij bent dus Karin. Ja. Hoe is het in de boutique? Oh, goed. En hoe is het met je katten? Ook goed. Nog gewandeld? Op strand? Ja. Nee. Oh. Hoe gaat het met je patiënten? Geschrift. Fijn. Hoe gaat het met... Oh, sorry. Zeg, zullen we er niet liever bij gaan zitten? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, binnen. De koffie. Ja, dank je. Jacob, hoe is het met je oog? Nou, het gaat wel. Ik heropen over een paar dagen. Gelukkig wel. Wat doet u hier? Koffie drinken. Waar is die andere dame? Die is beneden koffie drinken. En waar is die andere meneer? Hiernaast. Helemaal alleen? Nou ja, tenzij Mimi is komen opdagen. Nou, ik begrijp er allemaal niks meer van, hoor, wat hier vanavond gebeurt. Ik kan het niet meer volgen, maar u zoekt het allemaal maar uit. Hier is de koffie, de suiker en de room. En u wenst zeker ook niet gestoord te worden, net als daarnet met die andere dame. Nou, dat heb je met je ene oog goed gezien, Jacob. Ik heb hier al te veel gezien. En als er weer wordt gevochten, wilt u mij er dan buiten laten? Belt u dan liever de ME? Wat hebben we te lachen, hè?
Maak een kop schildpadsoep van je, hoor. Nou, zal ik dan maar een kop koffie voor je inschenken? Ja, graag. Nee, laat maar zitten. Oh, wil je liever naar de kamer hiernaast? Ja. Oh, denk jij echt dat het haar man is? Ja. Ja, daar was ik al bang voor. En jij vindt hem echt aardig? Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Hij is volkomen onmogelijk. Hmm. En jij? Vind je haar aardig? Oh ja, heel aardig. Maar ik heb weinig hoop. Ik ben volkomen onmogelijk. Zouden ze elkaar niet meer aardig vinden? Ja, dat weet je nooit met getrouwde mensen. En de enige manier om erachter te komen of ze echt uit elkaar willen, is om ze juist bij elkaar te brengen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar hoe? Wacht. Ik stuur Lisbeth beneden een boodschap en vraag of ze weer bij mij boven wil komen. Jij gaat naar hiernaast en je zegt tegen Bob dat hier een zekere Mimi op hem zit te wachten. Wij gaan allebei weg en wachten af wat er gebeurt. Maar als Bob die Mimi niet wil ontmoeten, wat dan? Nou, ik vind dat jij Bob moet overtuigen dat het zijn verantwoordelijkheid is om die Mimi hier persoonlijk weg te sturen. En als hij dat niet durft, dan is het een man met weinig karakter en wil ik niets meer met hem te maken hebben. Heb jij karakter? Nee, maar ik wil met mezelf ook niets te maken hebben. Je bent lief. Nee. Zeg, doe dat nou niet. Straks vallen wij nog op elkaar en dan wordt de situatie nog ingewikkelder. Even bellen. Ja, hallo, roomservice. Ja, mag ik Jacob even? Ja, hallo, Jacob. Zou jij even naar het restaurant willen gaan en vragen of die mevrouw weer boven wil komen? Nee, Jacob, ik ben helemaal alleen. Ja. Nee, maar Jacob, dat hoef jij ook niet te begrijpen. Doe je dat voor me? Oh, dank je, Jacob. Dank je wel. Dank je wel, Jacob. Goed, dat is geregeld. Hallo, daar ben ik weer. En hoe is het gegaan? Prima, het ging wel. Maar er is nog een andere complicatie. Wat nou weer? Een zekere Mimi is onderweg hier naar boven. Ook dat nog. En we vinden dat je haar moet ontvangen. Wat moet ik met dat mens doen? Nou, wat iedere man zou doen in zo'n geval. Geen sprake van, ik pik er niet over. Je zult toch iets moeten doen? Ze kan ieder ogenblik hier zijn. Waar zijn de anderen gebleven? Die zijn weggegaan. Samen? Weet ik niet precies. Ik vind dat wij hier allemaal maar weg moeten gaan. Oh, je kan die arme vrouw toch niet in haar eentje laten zitten? Nou, kan ze even tot rust komen, zal ze best nodig hebben. Vooruit. Ja. Die deur. Wil jij het niet voor me doen? Nee, dat is jouw taak. Nou, op één voorwaarde dan. Dat jij hier op me wacht. Goed. Oké. Wou je nog één ding vragen? Wat? Mag ik een zoen van je? Ik zoen geen getrouwde mannen. Ik ook niet. ik bedoel, ik zoen geen getrouwde vrouwen. Ik wou zeggen... Is hij weg? Zij komt zo naar boven. Ik hoop dat het lukt. Ik ook. Ja, Penny. Wat doet u nou weer hier? Wachten. Op wie? Ik durf het haast niet te zeggen. Zeg het maar. Met een vrouw. Op een vrouw. Nee, hè? Ja. Waar is die andere meneer? Weg met die andere dame. Ik begrijp er geen fluit meer van, hoor. Wat jullie er allemaal aan doen zijn met je stuivertje verwisselen. De ene kamer in, de andere kamer uit, dan met die vrouw en dan met die vrouw. Het lijkt hier wel een krankzinnige gesticht. Ja. Loopt allemaal wel een beetje uit de hand vanavond, vind je niet, Jacob? Dat mag u wel zeggen, ja. Ja. In ieder geval, die dame uit het restaurant, die komt direct hier naar u toe. Ja. Oké. Die dame uit het restaurant? Ja. Welke dame is dat dan? Welke denkt u? Dat is de vrouw die u hier zou ontmoeten, maar liever niet zou willen ontmoeten, omdat u liever die andere vrouw zou ontmoeten en liever had dat hij haar zou ontmoeten. Zeg ik het goed? Hij heeft mij ook gevraagd haar hier weer te laten komen. Ja, dat is dus de dame die geen Mimi heet. Precies. Ah, ik begrijp het.
Ze proberen een spelletje met mij te spelen. Ja, er worden de hele avond hier al spelletjes gespeeld. Ze willen mijn vrouw en mij hier achterlaten om zo op die manier stiekem met z'n tweetjes de benen kunnen nemen. Ja, ik wist het wel. Het kon niet langer duren. Nee, dat zal wel. Maar ik begrijp er allemaal niks meer van. Nee, Jacob, ik ook niet. Oh. Jacob, alsjeblieft, breng wat cognac. Dat zullen die dame en ik wel nodig hebben. Ja, wat dacht u van mij? Neem het dan zelf ook in. Ja, en zeker allemaal weer op de rekening van meneer Nijman. Ja, dat zien we wel weer. Even kijken wat hier naast aan de hand is. Nou, er is waarschijnlijk niemand meer. Wilt u even kijken? Nee, dank je, Jacob. Ik hoef het niet te weten. Oh. Ik zie niks. Nee. Daar was ik al bang voor. Oh, wat? Ja, ik zie het al. Ja? Ja, het slot is stuk. En de sleutel is gebroken. Landoren, landoren, van achter en van voren. Misschien past hij aan de andere kant. Kijk. Ja, hier doet hij het. Zeg Jacob, dat is dan erg jammer dat je er nu pas achter komt, hè? Dat had ons een heleboel ellende kunnen besparen. Ja, ga mij nou een beetje de schuld geven van alle ellende die hier gebeurt. Ik kan er ook verder niks aan doen. Ik zal u wat vertellen. Ik doe deze deur op slot, zodat iedereen zijn eigen kamer moet blijven. Mm. Dat hebben we gehad, zo. Hé, hé. Nee! Zuchten! Zuchten, die zuchten! Zuchten, ja. Jacob, rustig, rustig! En stel verder geen vragen! Ik stel geen vragen! Ik ben veel te bang voor rare antwoorden! Rustig, jongen. Wij willen hier alleen even afwachten wat er in de kamer hiernaast gebeurt. Er gebeuren overal gekke dingen in de wereld en hier ook. Ik heb er genoeg van, ik doe niet meer mee. Ik laat jullie in je eigen sop gaan koken. Nee, juist, juist. Over koken gesproken, er staat weer heerlijke stukjes vlees. Zullen wij die eens samen soldaat maken? Ja, graag. Niet. Oh, ach, Jacob, zou jij ons dan even willen bedienen? En maak er alsjeblieft niet zo'n rotzooi van als er net, hè? Nee, nou wordt die goed, zeg. Ja? Ik laat het eten tenminste door de lucht vliegen. U dondert het allemaal op de grond. Ik doe je niet meer aan mee. Als u eten wil, dan doet u het zelf maar. De groeten. Goed, dan zal ik het ook doen. Maar dan mag ik u een stek op poivre, een garni, een serveren. Stuur me aan. Nou, daar gaat het dan gebeuren. Hallo, ik ben Mimi. Neem me niet kwalijk, ik had u niet verwacht. Oh nee? Ik dacht anders van, hè? Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Nou, dat klinkt lekker logisch. Sorry hoor, dat ik zo laat ben. Ik heb nogal een drukke dag gehad. Met wat? Oh, dat is ook een domme vraag, hè? Zo, je bestaat dus wel degelijk. Dat zou ik wel denken, ja. Anders hadden heel wat heren geen prettige avond gehad. Hey, ben ik te laat voor het eten, hè? Ben bang van wel. Nou ja, dan hou ik er nog van David te goed. David? Ja? Oh, ja. Zo, dus jij bent Bob. Ik geloof van wel, ja. Kom jij eens even gezellig bij me zitten, Bobby? Huh? En vertel mij eens even alles over jezelf. Nou, dat zou ik graag doen, was het niet dat ik een klein probleempje heb. Ah, dat heeft David mij verteld. Maar dan komen wij met z'n tweetjes best wel uit. Nou, dat begrijp je niet. Mijn vrouw is dat namelijk... Dat begrijp ik. Nee, dat begrijp je niet. Ik kan namelijk niet... Dat begrijp ik toch allemaal? Nee, je begrijpt het niet. Ze is... Mijn vrouw is... Oh mijn god, daar is ze al! Ja, vrouw hier? Ja, mijn vrouw is hier en je moet meteen weg. Nee, hè? Je moet ze even verstoppen. Hé, schat, wat krijgen we nou? Je kan weer niet in de badkamer stoppen als een ondeugend kind. Als het jouw vrouw is, dan zeg ik maar dat je wat anders te doen hebt en dan stuur je hem weer weg. Dat kan ik niet doen, dat kan ik echt niet doen. Je moet je ergens verstoppen, ik. Ik heb mijn orders, liefie, en dat betekent dat ik hier blijf leggen. Orders? Ja. Waarom sta je te kloppen?
Omdat het beleefd is om te kloppen als je ergens binnenkomt. Maar je komt de hele avond al zo binnen. Ja, toen wist ik wie ik hier zou ontmoeten. Nou weet ik beslist niet meer wie ik hier tegenkom. Hier. Uw cognac. Nou, neem me niet kwalijk, dan was ik eventjes helemaal vergeten dat ik die besteld had. Ja. Waar is die dame? Daar, in de badkamer. Oh. Wie is dat dan? Dat is een andere dame. Een andere dame? Ja. Welke andere dame? Nou, laat me zitten, ik wil het niet weten. Dit is Mimi. Is dat Mimi? Ja, ben Mimi. Gaat dit, heb jij een grote ogen? En dat is Jacob, ja. Met mijn één oog. Jacob? Hallo. Nou, je bent knap laat. Je hebt al heel wat gemist. Oh ja? Ik dacht dat het net zou gaan beginnen. En dan in de badkamer. Die komt direct naar boven. Nou, dan kunnen jullie wat mij betreft beginnen. Ja. Ik zal er niet bij blijven. Ik heb genoeg gezien vanavond. Jacob, alsjeblieft. Nee, meneer. Nee, Jacob. Nee. Moet me helpen. Nee. Mijn vrouw komt direct naar boven. Nou, het valt me nog mee dat je alles uit elkaar kan houden. Ik weet niet eens meer wie u bent, laat staan wie ik zelf ben. Ik ben gewoon een man in moeilijkheden. En jij moet ervoor zorgen dat mijn vrouw wat later naar boven komt. Dan zal ik inmiddels mijn maatregelen nemen met deze vrouw. Wat voor maatregelen gaat u er met haar nemen? Nou, zorg dat ze hier wegkomt. Wie zegt dat? Dan ga jij de zaak nog niet moeilijker maken dan die al is, hè? Jacob, alsjeblieft. Maar wat moet ik dan voor een smoes verzinnen tegen dat mens? Die loopt hier de trap op en af als een jojo. Jacob, wat voor boodschap heb jij van die dik gekregen? Dat hij er hier zou ontmoeten. Nou, zeg er dan nu dat hij haar beneden zal ontmoeten. Dat kan niet, want hij zit hiernaast. Wat doet hij daar? Een stukje vlees opeten. Met wie? Met uw andere vrouw. Zo zit hij daar. Ja, ik zou me er maar niet zo druk over maken, want u heeft hier uw handen vol. Nou, vertel hem dan maar, dat hij die vrouw met rust moet laten. Ja, zeg, ik ben hier de ober, ik ben geen postduif. Aan wie moet ik nou eerst die boodschap brengen? Aan mijn vrouw. Zeg dat ze beneden blijft. Waar? In het restaurant. He? Zeg maar dat hij haar in het restaurant zal ontmoeten. En gaat u of hij daar dan ontmoeten? Ach, maakt dat nou uit wie er gaat ontmoeten? Oké. Ik vraag maar, ik begrijp er geen barst van. Mimi? Ja? Neem me niet kwalijk. De lift was bezet. Mimi, ik weet niet wat David Nijman jou allemaal verteld heeft of wat hij van plan is, maar ik moet je eerlijk toegeven dat ik een groot probleem heb. Dat zei je al. Ja. Laten we maar eens even kijken hoe we dat met z'n tweetjes oplossen. Nee. Je begrijpt het niet. Ik heb een heel ander probleem, hè? Oh, ja? Ik zit op het ogenblik met 3 vrouwen en 1 daarvan is mijn eigen vrouw. Oh, ik dacht dat jij van je vrouw af was. Wie heeft jou dat verteld? David. Zo? En waarom heeft hij het dan zo geregeld dat jij en mijn vrouw hier op dezelfde avond zijn? Of heeft hij dat juist niet? Als hij dat dan niet geregeld heeft, wie dan wel? Ik weet het niet meer. Ik ben helemaal leeg. Ik weet alleen maar dat ik er nooit aan had moeten beginnen en beter thuis had kunnen blijven. Thuis? Bij je vrouw bedoel je? Ja, zelfs dat. Ben je in de wieg gelegd als playboy? Goed, schat. Als jij er zo over denkt, even een beetje opknappen en dan ben ik verder weg. Weg? Ja. Bedoel je dat je weggaat? Precies. Even een beetje fatsoeneren en dan zie jij mij nooit meer. Oh, dank je wel. Daar ben ik blij mee. Leuk te weten dat je zo gewild bent. Zo. Neem me niet kwalijk. Wie is daar? Ik hoop niet dat ik stoor, maar ik zou Karin graag even willen spreken. Ben je alleen? Ja. En waar is Lisbeth? Ik bedoel, die zijn allebei even weg.
Allebei? Ja, luister. Ik zou Karin graag even onder vier ogen willen spreken. Nou, ik weet niet of ik dat wel goed moet vinden. Nou, begin nou niet weer moeilijk te doen, hè. Dat is toch aan haar om dat uit te maken, niet aan jou, hè. Wil jij met hem onder vier ogen spreken? Als je maar precies weet wie die is dit keer. Weet jij wie je bent? Ja, geen flauwekul meer, ik beloof het. Als hij iets doet dat je niet bevalt, dan geef je de geel en ik spring meteen op zijn nek. Begrepen? Wat is er allemaal gebeurd? Van alles. Ik wou jou alleen maar zeggen dat ik meende wat ik al eerder tegen je zei. Je bent voor mij het liefste meisje wat ik de laatste tijd ontmoet heb en ik zou graag willen dat we bij elkaar zouden blijven. Maar dat kan toch niet? Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Mijn vrouw zit beneden in het restaurant en ik weet niet wat ze hier komt doen of wat ze van plan is. Maar ik ga naar beneden om met haar te praten en de hele zaak bij te leggen. Wil je dat in een restaurant doen? Als jullie weer zo'n roesje met elkaar krijgen, heb je nog kans dat je er wordt uitgegooid. Ja, nou ja, ik zal me goed gedragen deze keer. Ik wil alleen maar vragen aan jou of je mij wat meer tijd wil geven om de zaak in orde te krijgen. En je begint inmiddels niks met hem, hè? Waarom zou ik? Nou ja, de computer heeft uitgewezen dat jullie bij elkaar passen. Computers kunnen zich ook wel eens vergissen. Ja, ja, dat is zo. Mag ik nog één zoen van je voordat je naar beneden gaat? Waarom niet? Ik zal hier op je blijven wachten. Ik geloof niet dat dat zo'n goed idee is. Waarom niet? Nou, het is hier namelijk nogal druk. We kunnen toch de deur op slot doen? Ja, maar we hebben nogal wat champagne gedronken. Nou, en? Nou ja, de eerste keer dat je over die twee dingen hoorde, werd je er erg nerveus van. Er is inmiddels nogal wat veranderd. En onder bepaalde omstandigheden ben ik dol op champagne en in bed. Oh, nou, oh, nee, hè? Wilt u niet tegen me schreeuwen? Daar hou ik niet van. Wat kom je doen? Ik ga me alleen maar naar boven. Wat doe je er niet mee? Nee, 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 ik ga niet naar je terug. Ik ga niet naar je kamer. Ik ga niet naar je kamer. Ik ga absoluut niets meer. Stilte! Zou je nou zo vriendelijk willen zijn om terug te gaan in je kamer en je er verder niet meer mee te bemoeien? Ah. Waar is Karen? Daar, in de badkamer. Met Mimi? Huh? Mimi? Huh? Alsjeblieft, alsjeblieft. Willen jullie me nou alleen laten, zodat ik de zaak kan oplossen? Goed. Maar ik waarschuw je, dit spelletje heeft nog lang genoeg geduurd. Dit is je laatste kans. Begrepen? Goed, Jacob. Wat was er? Nou, ik kwam u alleen maar vertellen dat ik haar niet kan vinden. Wie? Die dame die ik van u moest zoeken. Ze is niet beneden, niet in de lift, niet in het restaurant, niet in... Daar is ze ook niet. Weg, verdwenen, foetsie. Het is niet waar. Ja. En waar is Mimi? Nou, dat heb ik je verteld. Daar in de badkamer. Ik durf het niet te vragen. Verrassing. Hallo, jongens. Verrassing. Wat? Waar? Hoe ben jij daar binnengekomen? Door de deur. Waar is Mimi? Weg. Waarheen? In mijn tas. Is niet waar. Jij wist niet dat ik zo goed kon toneelspelen, hè, schat? Wilt u beweren dat er helemaal geen Mimi is? Dat er nooit een Mimi is geweest? Wie is dat dan in de waarheid graag? Nou, dat heb ik je toch verteld, dat is mijn vrouw. Is dat waar? En u heeft haar niet herkend toen ze Mimi was? Jij hebt haar niet herkend. Wat? Ja, zeg, ze is mijn vrouw niet. U gaat hier in het hotel met een griet naar bed. Die blijkt uw eigen vrouw te zijn en dat weet u zelf niet. Man, je bent nog gekker dan ik dacht. Hij was niet van plan om met me naar bed te gaan. Gelukkig maar, anders waren er werkelijk problemen gekomen. Oh. Ik ga van mijn leven met niemand meer naar bed. Nou, dat is de open. Jacob, zou je ons even alleen willen laten? Wij hebben nog wat te bespreken. Ik wil u nooit meer zien. Echt nooit meer. En als meneer Nijman weer eens een feestje organiseert, regelt hij het zelf maar.
cognac. Net wat ik nodig heb. Hoe ben jij aan die vermomming gekomen? Koopavond vanavond. Handig. Kan ik best wel zijn, ja. Veel te handig voor mij. In ieder geval handiger dan jij met je vermomming. Hoezo? Nou, die rare Jiddische man. Wist je dan dat ik het was? Tuurlijk. Kijk, ken dat toch meteen die das die ik je met de kerst gegeven? Oh ja? Hoe kom jij hier eigenlijk? David had me uitgenodigd als troost voor jouw verjaardag. Aha. En jij? Hoe kom jij hier? Gewoon, voor zaken. Ja, ja. David had jou een gezellig avondje beloofd met Mimi. Ja. Aha. Wel een origineel verjaardagscadeau, dat moet ik zeggen. In ieder geval beter dan tuinhandschoenen. Ja. Ik zou eigenlijk woedend moeten zijn als het allemaal niet zo belachelijk was. Het was dus allemaal een vooropgezet spelletje om daar ons weer bij elkaar te krijgen. Daar lijkt het heel veel op, ja. Die goeie ouwe David. Die goeie ouwe David. Maar jij moest er nodig weglopen, hè? Verwarring scheppen. Maar ja, dat was mijn schuld niet. Jacob heeft hier de verkeerde dame binnengelaten. Ja, maar jij viel op haar. Nou? Nou ja, wel een beetje. Aha. Waar is ze eigenlijk? Ze zit zelf op het ogenblik in een hele moeilijke situatie. Hoezo? Zou jij wat voor mij willen doen? Wat dan? Wip even de kamer hiernaast binnen en zeg tegen Dick dat Karin zo direct bij hem komt. Waarom zeg jij het zelf niet? Ik ben op het ogenblik niet zo dik met Dick. Niet dat begrepen. Ja. Houdt hij zich een beetje rustig. Oké. Okay. Bob? Ja? Zou dat bed maar naar beneden doen voordat ze stikt? Lieve hemel. Karin, het spijt me. Het is niet erg, het was erg comfortabel. Kijk, het zit zo. Ik hoef niets uit te leggen, ik heb alles gehoord. Oh ja? Ik stel voor dat jij toe gaat naar je vrouw en ik naar het huwelijksbureau en laten we verder geen tijd meer verknoeien. Maar Karin, luister. En als je ooit mag besluiten voorgoed bij de weg te gaan, dan kan de computer mij wel terugvinden. Meneer, ik... Nee, hè! Alsjeblieft. Oh. Ik ben hier alleen maar om die meneer iets te zeggen en dan ga ik weer naar hiernaast. Waar is die man? In de badkamer. Wat mij betreft kan hij daar de hele nacht blijven slapen. Ja. Mag ik jou een gunst vragen? Geen gunsten meer. Jacob, ik heb nog steeds niet gegeten. Ik heb zo'n vreselijke honger. Kan jij nog iets te eten hiernaast brengen? Dat kan meneer Nijmegen zich niet permitteren. Of we betalen zelf? Het is een hele speciale gelegenheid, alsjeblieft. Geen gunsten meer! Oh. Alsjeblieft, Jacob. Hierna geen gunsten meer. Ik wil weer graag die zigeunerspies en vraag zelf maar aan mijn man wat hij wil hebben. Ik ga daar niet meer naar binnen. Als u wil weten wat hij eten wil, dan gaat u zelf maar. Jacob, he? Alsjeblieft. Oh, ik ben een slappeling, ik weet het. Maar een hele aardige. Ja, en klaar ben ik ermee. Goed! Waar is ze? Wie? Jouw vrouw natuurlijk. Wat gaat jij er dan? Als het gepermitteerd is dat jij met Karin gaat, wil ik met Lisbeth. Hoe kom je erbij? Ik hou van haar. Je kent haar nauwelijks. Dat was voor mij voldoende. Waar is ze? Zeg, wie zegt jou dat ik haar niet wil hebben? Dat heb jij zelf gezegd. Jij bent er vandoor gegaan. Ik weet alles. Tuinhandschoenen. Waar is ze? Nou zeg, zoek er zelf maar. Nou moet je eens heel goed ermee luisteren. Zeg, ik wil weten waar... Oh. Meneer, mevrouw, geen... Waar is Liesje? Waar is Dick? Waarom moet jij Dick hebben? Omdat ik geen zin heb om de verdere avond alleen door te brengen. En omdat jij besloten bent je man terug te nemen, kan ik net zo goed meneer de psychiater nemen. Prima, je mag hem hebben. Ah, ik zag je al! Oh ja, waarom zocht je mee? Ja, omdat er verder niemand meer is. Oh, dankjewel. Wie zoek je? Lisbeth. Oh, die kan je wel vergeten. Oh, nou, dan kan ik beter alles vergeten. Mevrouw, ik wil... Nee, meneer! Ah, daar ben je. Waar is Bob? Nou, vergeet Bob nou. Ja, kan ik nou mijn eigen man vergeten?
Lisbeth. Ja! Lisbeth. Te gek! Waar is hij? Nou, de laatste waar keer dat ik hem zag, hadden jullie in de badkamer hiernaast verstopt. Verstopt? Ja, voor mij. Best kom. Ja, maar vergeet die man nou, hij is niet geschikt voor jou, blijf bij mij. Hoe kan ik die nou vergeten? Mijn eigen man op zijn verjaardag. Lisbeth! Ik? Bob! Wat is er? Je kunt er nu uitkomen. Is die beschonken man er nog? Ja, dat ben ik, ja. Jij bent toch niks van plan, hè? Nee hoor, als jij met mij in de stad nog een toetje wil gaan eten, ben ik niks van plan. Nee, eet al met hem een toetje. Oh, nou, ja. Eet dan met mij een toetje. Ja, hè? Graag, ja. Maar ik wil ook met haar een toetje. Dat kan niet. Nee. Ze zijn hier maf. Volslagen maf. Zeg, ik heb het. Wat heb je? Wij gaan met z'n allen in de stad een toetje eten. Met z'n allen? Ja. We maken er een verjaardagsfeestje van en zijn we van alle problemen af. Kom hier. Nou, wat een goed idee. Bob, kom er maar uit. We gaan een verjaardagsfeest maken. Daar is er een jarig, hoera, hoera. Hoera, kun je wel zien, dat is hij. Nou. Kan ik misschien nog iets voor u doen? Jacob. Jij bent vanavond een hele grote steun voor ons geweest. Klaar ben ik. Ja. Maar we hebben toch besloten om met elkaar een klein hapje in de stad te gaan eten. Een toetje of zo. Gelukkig, dan heb ik eindelijk rust. Eigenlijk een beetje zielig om jou hier alleen achter te laten. Oh, mevrouw, dat is niet zo erg. Daar ben ik wel gewend. Ik ben nog nooit getrouwd. Ach, Jacob, dat heb je ons nooit verteld. Nee, is nogal logisch. Bij jullie kon ik er niet tussenkomen. Maar toen die meneer mij vertelde over dat huwelijksbureau met die computer, toen dacht ik van ja, hij heeft gelijk, want dat heb ik ook gedaan. Oh ja? Zeg, en hoe is het bij jou afgelopen? Daar zou ik geen zinnig woord over kunnen zeggen, meneer. Ik heb een formulier ingevuld en dan heb ik gevraagd om het type Vanessa. Oh ja? En heb je daar al wat van gehoord? Nee, meneer, nog niet. Dat weet ik niet. Maar ik ben zo nerveus, want ik had vanavond hier in het hotel met haar afgesproken om nader kennis te kunnen maken. Aha. Ja. Mijn diensttijd zit erop, dus ik wacht nu maar af. Wat spannend allemaal. Ja. Oh. Ah. Daar wordt dat zal ze zijn. Ga jij even kijken, Bob? Ja. Kom even kijken. Ja, kom even. Ja, inderdaad. Ja? Hier is een dame die op zoek is naar de ware Jacob. Nou, ik zou zeggen, laat er binnenkomen. Ja, het is namelijk zo, in Spanje spreken ze een G in plaats van de J. Wanneer was u daar? Verleden jaar in Guni en Guli. Maar nooit meer, juffrouw. Wij blijven gewoon in Holland. Nou, het is niet zo goedkoop, maar wel gezellig. Zeg maar, u had het zo even over Rottumer oog. Nee, dat oog was er niet bij. Het was gewoon Rottumer.